zou mezelf omschrijven als ontspannen en nieuwsgierig. En ja, over het algemeen iemand die graag wil weten hoe en waarom dingen gebeuren in de wereld. Ik ben zelf opgeleid als kunstenaar, hier in Maastricht ook. Maar ik merkte heel sterk dat ik niet iemand ben die heel erg die productiedrang heeft. Maar dat ik veel meer geïnteresseerd ben in alle problemen die kunst en cultuur veroorzaken. En in die context en al die vragen die ja, zoiets als een kunstenaar dan oproept. Mijn verwachtingen van de master was dat je in contact komt met mensen die van een hele andere achtergrond komen. En dat er ook een bepaald groepsgevoel is. Dat je daardoor ook heel erg veel van elkaar leert. Dus dat wordt wel heel erg waargemaakt voor mij. Mijn naam is Thies van Dijk. Ik kom uit Nederland en ik studeerde master kunst, cultuur en erfgoed aan de Universiteit Maastricht.